Als je auto één keer in brand gaat, kun je nog denken aan vette pech. Maar als kort daarna je nieuwe auto weer in vlammen opgaat, dan lijkt er meer aan de hand. Het overkwam een 27-jarige vrouw hier op Katendrecht. Ik zou wel heel graag willen weten wie dat gedaan heeft. Want ik heb zelf geen idee. Ik heb zelf verder ook geen vijanden. Of niet dat ik weet in ieder geval. En omdat het echt twee keer achter elkaar is in een week tijd, heb ik wel het idee dat het wel echt op mij gemunt is. Zondagavond, 11 januari, rond 11:15. Op deze foto ontploft de auto van een 27-jarige bewoonster van de Atjeestraat op Rotterdam-Katendrecht. En dat was niet de eerste keer. Begin januari is een auto van mij in de brand gestoken. En ik heb eigenlijk binnen een paar dagen heb ik een nieuwe auto gekocht. Ik denk 3-4 dagen, een week nadat die vorige in de brand is gestoken, is die volgende ook gelijk in de brand gestoken. Midden in mijn straat was echt een ontploffing eigenlijk. Meer een ontploffing dan echt in de brand steken. Dat is er eigenlijk gebeurd. Nou, we hebben hier te maken met twee heel ongelukkige gebeurtenissen. Op 3 januari vliegt hier de auto van een mevrouw in deze straat in de fik. Nou, de auto brandt grotendeels af. De schade is enorm. Nou, ze heeft een auto nodig voor haar werk, dus ze koopt snel een ander. Maar die ander die vliegt 8 dagen later op 11 januari ook in de fik. Ja, twee afgebrande auto's dus. Ja, dat kan geen toeval meer zijn. Dan hebben we hier te maken met brandstichting. Ik ben de eerste week ook voornamelijk met mijn vriendin. Mijn beste vriendin woont naast me. Zijn we samen eigenlijk in één huis gaan slapen. En eigenlijk een beetje uit angst. Omdat je toch niet weet met wie je te maken hebt. En je weet ook niet wat die mensen verder nog doen. Of wat ze verder met je willen. Dus dat hebben we natuurlijk ook aan mevrouw gevraagd. De eerste vraag is: met wie heeft u ruzie? Zou iemand dit kunnen aandoen? Maar mevrouw weet het oprecht niet. Ze heeft met niemand ruzie. Dus het is één groot vraagteken aan ons om dat raadsel op te lossen. Van de tweede brandstichting zijn deze beelden. Te zien is hoe twee mannen na de knal de Lombokstraat, een zijstraat van de Atjeestraat, inrennen. Getuigen verklaarden ook dat ze de twee mannen weg zagen rennen. De politie wil graag weten wie deze mannen zijn. Een van de mannen heeft dreadlocks. Mogelijk speelt deze auto een rol. Deze reed kort na de brandstichting weg. Wat wij willen weten is of ze informatie hebben over de twee mannen die gezien zijn kort na de brand. Misschien zijn er wel mensen die mannen ergens hebben gezien of voorafgaand aan de brand iets gezien hebben. Kortom, we zoeken mensen die ons kunnen helpen met informatie die ons leidt naar de daders. En we hopen dat ze ons gaan bellen. Ik zit er ook wel een beetje over na te denken om te verhuizen. Maar ik heb natuurlijk gewoon liever dat het opgelost wordt en dat ik me gewoon weer veilig voel in mijn eigen straat. Heeft u informatie in deze zaak? U kunt bellen met de eenheid Rotterdam via 0800 6070. Of u kunt bellen met Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.